En hij heet Boas. Boom. We zitten hier bij Susanne de Lima. En Susanne gaat haar verhaal vertellen. En we zijn heel benieuwd. Susanne, vertel. Ja, nou, ik ben Susanne. Ik ben getrouwd met Ray. 38 jaar. Toevallig 2 weken geleden 12,5 jaar getrouwd. Dus happy married. Met ups en downs uiteraard. Bijna 4 jaar geleden kwam Boas bij ons. Onze adoptiezoon. Nou, eigenlijk voor onze verkering nog. Toen hadden we het al over kinderen. En van nou, hoeveel zou jij dan willen hebben? En toen zei Ray van, nou, dan moet ik je wel wat vertellen. Bij mij, ja, de doktoren, volgens doktoren zeg maar, is het eigenlijk niet mogelijk voor mij om kinderen te krijgen. Ray heeft toen hij 16 was kanker gehad. Dat is ook de reden waarom kinderen krijgen volgens doktoren ook wel echt onmogelijk is. Dus dat was wel eventjes heel heftig om te horen. Maar toen zei hij, weet ik nog, maar weet je, dat komt wel goed. Ik geloof wel dat het goed komt. Hoe dan ook, komt wel goed. En toen zeiden we, nou, laten we in ieder geval gewoon die adoptie aangaan. Hmm. Als die deur open gaat, dan gaat die deur open. Als die deur dicht gaat, dan is het dicht. Maar laten we in ieder geval die stap zetten. En toen hebben we ons opgegeven. En toen zeiden wij in de zomer van 2014... Nou, laten we nog 1 keer met z'n 2 op vakantie gaan. Het kan maar zo zijn dat we straks met z'n 3 op het vliegveld staan. Laten we nog 1 reis maken. Toen zijn we naar Amerika geweest. En Californië. Toen hebben we daar een conferentie ook gedaan. Dat wilden we altijd al doen. Dacht van, nou, dat kunnen we nu nog met z'n 2 doen. Dus wij waren daar. Het was ook een heel bijzondere tijd. Ik weet nog dat heel veel vragen die we hadden. Dat kwam ineens gewoon allemaal... Heel veel dingen vielen op zijn plek of zo. Voordat we op reis gingen, toen kwam er een vriendin van ons kwam naar ons toe. En die zei, ik moet je wat vertellen. Ik zag in een beeld, had ze dat gezien of in een droom, had ze Ray zien lopen met een babyjongetje op zijn arm. Dus en toen gingen we eigenlijk gewoon zo door. En toen kreeg ik dus dat telefoontje in Amerika. Ik moest nog een beetje wakker worden. Dus ik zat ook echt zo van... ik dacht eerst, ik moet een rekening betalen of zo. Van, we hebben iets niet... Ik weet niet van de adoptievoorziening of ik weet niet. Dat ik had niet helemaal door waar het over ging. En dus ze zegt ineens... Dat was de raadsmedewerkster. En ze zegt, we hebben een adoptiekindje voor jullie. Uit Nederland. Uit Nederland, oké. En hij is 4 maanden. Oké. 4 maanden. Ik zet hem even op de handsfree. Wacht even. En hij heet Boas. Boom. Want Boas, dat maakt het verhaal gewoon echt... Ja, nog steeds als ik het vertel... als wij een kindje een naam mochten geven... dan stond Boas bovenaan die lijst. Dus wij de telefoon neerleggen. Dus wij pakken elkaars hand en dan laten we even bidden. Dus Ray spreekt eigenlijk zijn eerste zin uit van... Heer, is dit voor ons? En hij stopt met bidden. Hij zegt, hij heet Boas. Ik bedoel, hoe duidelijk moet het zijn? Weet je, niet dat je daar nog over ging twijfelen, maar meer gewoon... je bent zo bezig met het proces met God ook samen te doen dat... Hij heet Boas? I mean, moet ik nog duidelijker zijn, weet je? Dus, en toen wij terugbellen, ja tuurlijk, nou, toen stond ons leven op zijn kop. Hé, maar wat een bijzonder verhaal zeg, Boas. Eigenlijk je eerste keus voor naam van een kindje en dan dat zo gegeven krijgen, fantastisch. Ja. Ja. En dan als baby dat mogen opvoeden. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat je God op je knieën bent gaan danken en nog steeds. Fantastisch. Ja. Ja. Hey, nu zitten jullie in een heel bijzonder proces, want jullie willen graag nog een 2e adoptiekindje. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ja, we gaan adopteren weer opnieuw en nu uit Amerika. Ook omdat we het gewoon zo gaaf vonden. Ja, zo'n kleintje is toch wel heel bijzonder. En vanuit Amerika mag je ook een babytje adopteren. En dat is gewoon heel mooi hoe het daar gebeurt. En moeders die zelf niet, helaas dan natuurlijk niet voor hun babytje kunnen zorgen. Door wat voor omstandigheden dan ook.
Die worden helemaal begeleid. En toch nog gekeken van kan het wel. En we krijgen medische hulp, zorg, huisvesting. Dus er komt een heel team omheen, zeg maar. En uiteindelijk kunnen ze ook nog kiezen van nou, ik wil toch mijn babytje toch groot brengen. Maar als ze dat nog steeds niet willen, dan staan ze dat af voor adoptie. Maar het is helemaal een soort van driehoeksverhouding, blijft het ook. Mm. Dus je blijft contact houden met moeder. Wat ook natuurlijk heel goed is voor het kind. Ja. En niet, ja, het is gewoon vooral via de Skype, weet je wel, één keer per jaar. Weet je, dat je af en toe foto's opstuurt. Dus dat is gewoon heel mooi. Dus maar ze kunnen niet uiteindelijk nog kiezen dat ze het kind terug hebben. En 48 uur, ja, dan tekenen ze, zeg maar. En dan is het echt wel officieel. Dus ja, dat is gewoon, gewoon heel bijzonder. En jullie zijn aan het sparen eigenlijk. Wij zijn aan het sparen. Het is best kostbaar, begrepen. Het is heel kostbaar, ja. Tussen de 40.000 en 60.000 euro dan. Ja, dat is een heleboel geld. Nou ja, eigenlijk begonnen we toen ook te denken van ja, in Amerika zie je dus ook via Instagram nu, hè, tegenwoordig, zie je gewoon heel veel stellen die dan willen adopteren. En ja, die zeggen dan eigenlijk van jongens, laten we het samen doen. Fundraising. Ja. En zo is het balletje gaan rollen. Dus je kan dan zeg maar als adoptief ouders kan je een t-shirt bij iemand bestellen. En dan maken zij een ontwerpje zeg maar. En die kan jij dan zelf gaan verkopen. En toen dacht ik van ja, hoe leuk zou dat zijn. Om dat in Nederland ook wat meer kenbaar te maken. Überhaupt adoptie, maar ook de fundraising, daar de taboe eigenlijk vanaf te halen. Maar ook gewoon iets te delen over ons ja, mooie verhaal. Want ja, het verhaal van Boas. Het is te mooi om te laten liggen. Ja. En hoe lang loopt dat nu? Eind november zijn we gestart eigenlijk. Hope is rising. Hope is rising, ja. En dat is heel bijzonder, want vorig jaar mochten we een half jaar te zorgen voor een pleegdochter. En haar tweede naam is Hope. En toen mochten we haar weer teruggeven, zeg maar. En toen ontstond het idee, maar ook de naam eigenlijk, Hope is Rising. Dat is zoveel hoop, weet je wel. In God is zoveel hoop. Mm. En dat verhaal van Boas dan, daar zit zoveel hoop in. Van, ik zal nooit meer twijfelen aan de precisie van God eigenlijk. En aan zijn goedheid. En voor nu ook, weet je, voor de adoptie in Amerika ook. Hadden we zoiets van, nou, laten we dat gewoon gaan doen. En laten we die t-shirts gaan maken. Cool. En toen is dat ontzettend opgepakt. En we staan erbij. We kijken ernaar eigenlijk. Wat een verhaal is Suzanne. Echt zo mooi. En inderdaad wat je zegt. Die trouw van God zo mooi zichtbaar. En ook echt zo bemoedigend. Hoop ik voor moeders die dit ook horen. En in zo'n proces zitten. Als jullie Ray en Suzanne willen steunen. Koop vooral die t-shirt. Op www.hopeisrising.nl kun je ze bestellen. Ja. Voor kinderen hele leuke, voor volwassenen hele leuke. Ik heb er zelf ook een. Ik en Pouter en mama's dragen jullie echt een warm hart toe. Dus we hopen echt dat het niet lang meer duurt voordat jullie je tweede kindje mogen ontvangen. Ja, dat zou graag zijn. Ik wens je echt heel veel zegen ook met alles wat jullie doen. Dankjewel voor de inspiratie die jullie zijn. Ja, nou, dankjewel voor het gesprek.